Goedendag, donderdag 18 augustus, DFT Vissevind. Ongelijkheid is een groot probleem. Het is een uitspraak die je verwacht van de Franse econoom Piketty, van de FNV of van de SP, maar toch niet direct van adviesfirma McKinsey. Zo begon Martin Visser zijn column in de krant van vandaag. Hij is nu bij mij in de studio. Martin, welkom. Goedemiddag. Je wilde er nog even op terugkomen in je videorubriek. Ja. En dat is niet voor niks, hè? Nee, want ik vind het thema ongelijkheid, daar hebben we natuurlijk heel veel aangedaan vorig jaar, naar aanleiding van dat enorme dikke boek van Thomas Piketty, die Franse econoom. Die heeft ook wel linkse politieke ideeën, wat verder allemaal prima is. Maar ja, ik vind het toch wel belangrijk om steeds te blijven benadrukken dat ongelijkheid als thema absoluut een breed maatschappelijk relevant thema is. Maar niet voor niks ook het IMF en de OESO en weet ik niet allemaal. En dus nu ook McKinsey deze zomer zich druk over maakt. Ja, ze hebben een heel rapport geschreven over de inkomensontwikkeling. We komen er niet best vanaf, laten we het zo samenvatten. Nee, kijk, ze hebben wat andere invalshoek dan bijvoorbeeld Piketty. Bij hem ging het om de extreem rijken vergeleken met de rest van de mensen, zeg maar. Ja. McKinsey heeft het vooral over de inkomensontwikkeling. Heeft een groot, breed internationaal onderzoek gedaan en gekeken hoe hebben inkomens zich in heel veel economieën nou ontwikkeld in die periode van midden jaren 90 tot 2005. Ja. En hoe hebben ze zich ontwikkeld van 2005 tot en met nu. En wat je dan ziet is dat in die eerdere periode de inkomens over het algemeen redelijk gestegen zijn. Maar in de periode 2005-2014 in bijna alle westerse economieën of gelijk zijn gebleven of achteruit zijn gegaan voor 70% van de huishoudens. En Nederland is daar geen uitzondering. Dat is gegaan om gigantische aantallen. En dat is dus een andere vorm van ongelijkheid. Maar je ziet dus dat een kleine bovenlaag, dat onderscheiden ze dan ook, dus een kleine bovenlaag die wel profiteert van economische voorspoed, door de crisis heen zelfs notabene. En een hele grote groep van laagopgeleide, middelbaar opgeleide, vooral ook jongeren, voor wie het echt heel guur klimaat is. En niet een paar jaar, maar jarenlang. En ze waarschuwen ervoor dat zo zou kunnen blijven gaan de komende jaren. Ja, in je column schrijf je al dat er verschillende oorzaken voor zijn, hè, en dat die elkaar ook deels overlappen. Maar wat zie je daar precies van terug in Nederland? Nou ja, wat je nu op dit moment in Nederland ziet, de wereldwijde concurrentie die vooral laag opgeleide treft, dat zien we al een hele poos. Natuurlijk allerlei bedrijven die vertrekken bijvoorbeeld naar lage lonenlanden in Azië. Maar wat je natuurlijk recentelijk heel sterk ziet, en dat is treffend weer in het nieuws gisteren, vandaag ABN AMRO, Rabobank, dat zijn gewoon hele concrete actuele voorbeelden waarbij vooral het middenkader, de middenklasse, enorme klappen opvangt. Rabobank kwam vandaag mee naar buiten met hoe het staat met een reorganisatie. Die is enorm. De reorganisatie is niet nieuw, maar ze kwamen weer met nieuwe details. Van de 52.000 personeelsleden willen ze terug naar 40.000, gaan 12.000 man uit in een loop van een paar jaar tijd. Zo min mogelijk gedwongen. Dat wel, prima, allemaal mooie regelingen, het zal allemaal wel. Maar feit blijft dus wel dat in het middenkader, administratief werk, baliepersoneel, dat daar ongelooflijk veel banen gaan verdwijnen en dat gaat behoorlijk hard. Je ziet bij de banken, je zag bij V&D, allerlei andere winkels, traditionele banen in die middengroep, die staan ongelooflijk onder druk door automatisering, robotisering en wat niet. Ja, het gekke is dat je het kabinet er eigenlijk nooit over hoort, hè? Nee, dat niet of nauwelijks. We maken ons heel erg druk over de ouderen en hoe we die moeten compenseren voor pensioenkortingen. Allemaal heel begrijpelijk. Bedoel, dat is voor ouderen natuurlijk een issue. Begrijp ik al. Maar de lange termijn trend is, gaat om een wezenlijk andere groep. Dat gaat vooral over die middenklasse. En natuurlijk, de verdwijnen banen kwamen ook weer banen bij. Maar voor de komende jaren is toch de verwachting dat daar klappen blijven vallen. Dat heel veel werk gaat verdwijnen. Dat zijn over het algemeen mensen die qua werkervaring en qua scholing niet de stap naar hoger gekwalificeerd werk kunnen maken. Dus die, als ze pech hebben, vervallen ze in allerlei flexbanen. Ze zijn misschien overgekwalificeerd voor het werk wat ze gaan doen. Hun inkomen staan onder druk. En de waarschuwing van McKinsey is ook van, bij deze gematigde economische groei moeten landen als Nederland en heel veel andere economieën rekening mee houden dat die categorieën van lage, middelbaar opgeleide mensen misschien de komende 10 jaar weer een stagnatie van hun inkomen tegemoet kunnen zien. Ja, en dat raakt ongelooflijk veel mensen. En dat is ook dus de backbone, de ruggengraat, de middenklasse van onze economie, van onze democratie, van onze samenleving. Dat heeft ongelooflijke gevolgen als daar niet iets aan gedaan wordt. Ja, en wat gaan we daar dan wat aan doen? Wat gaan we daar aan doen? Ja, en kunnen we dat nog op tijd doen? Ja, nou, dat is inderdaad, ik bedoel, ja, dit aankaart is makkelijker gezegd dan gedaan. En mijn column eindigt er ook mee van dat een volgend kabinet dit wel serieus moet nemen. Ik heb ook geen ei van Columbus, want daarvoor is het toch te gecompliceerd. Maar
Ik kan in ieder geval één ding bedenken en dat is scholing en kennis. Dat is de enige manier. Je moet het opleidingsniveau van mensen over de volle linie moet omhoog. Die moeten mee kunnen gaan in die nieuwe economie die veel meer technologie gedreven zal zijn. Ja, of dat nog gaat helpen voor de generatie die het nu treft. De vijftigers die nu zien dat hun baan verdwijnt in allerlei sectoren. Ja, ik ben daar een beetje somber over. Maar bij scholingen en kennis, dat is het enige antwoord. Ja, en verder, ja, anders dreigt er voor grote groepen mensen een stagnatie van de lonen en in de inkomens. En dat is een hele ernstige situatie. Martin Visser, dank. Ja. En dat was het voor nu. DFT Visser vindt meer van Martin op onze site. En natuurlijk kunt u zijn column teruglezen in de krant. Tot de volgende keer. Dag.